hebben zaterdag een bericht gekregen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, dat zij van Geen Stijl bericht hebben gehad dat er websites van gemeenten zijn gehackt. Dat was aanleiding om snel actie te ondernemen. En dat betekent ook dat de VNG en King, het Kwaliteitsinstituut, sterk geadviseerd hebben om websites uit de lucht te halen. Ze hebben contact opgenomen op voorhand met de leveranciers van de websites van de gemeente. Wij hebben pas om 20:59 bericht gehad dat die acties liepen. We hebben onmiddellijk contact opgenomen met onze leverancier. Zijn tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk geen probleem met onze huidige website is. Maar gelet op het dwingende advies wat er lag en het feit dat je nooit zeker kunt zijn over dit soort dingen, hebben we zaterdagavond besloten om de website uit de lucht te halen. Oké, dus was er dan wel sprake van slechte beveiliging of was het bij deze website dan niet het geval? Er is bij deze website geen sprake van slechte beveiliging, omdat de leverancier aan de hand van het geluid ook nog een aantal toetsen heeft uitgevoerd, ook gezien heeft dat er wel een poging is gedaan om op deze website te komen. Maar dat is niet gelukt. Het heeft uitsluitend te maken met de vorige leverancier van onze website. Wij hebben vanaf 2011, meneer, van dit jaar een nieuwe website. Daarvoor hadden we een oude website. De leverancier van de oude website heeft dus nog gegevens van de gemeente Oldenzaal op een zogenaamde server staan. En het is die server die nog verbonden was met internet. En daar hebben ze dus informatie afgehaald. We zijn druk in overleg met de vorige leverancier om te kijken welke informatie er wel beschikbaar was nog via de server van de vorige leverancier. Dat contact loopt nog. Maar we willen wel een beeld hebben van om welke informatie gaat het nou precies.